Hoi, ik heb deze keer wat nieuws. Ik zag op YouTube ik zag een kanaal van een man, zeg maar, die in Japan woont. En ik ben sowieso echt al helemaal gek van Japanse dingen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Vooral dingen die ze hier niet hebben, vind ik altijd heel erg leuk. En ik zag dat die had het altijd alleen maar over snoep. En dan liet hij zien hoe die wat voor snoeps in Japan hadden. En dat vond ik altijd wel leuk om te zien. En toen bleek dat ze ook iets verstuurden, zeg maar. Voor ongeveer 16 euro was het volgens mij, kreeg je 2 keer pakketjes. Dus ik heb nu 1 keer 2 pakketjes ontvangen. En dan krijg ik nog een keer. En dan is het totaal 16 euro. Dus ik vond het eigenlijk, 16 euro is op zich wel veel. Maar ja, je weet ook niet wat je kan verwachten. Dus ik heb nu al 2 pakketjes. Ik denk van, komt ook helemaal uit Japan natuurlijk. Dus ik was wel heel erg benieuwd naar. Ik vind het echt wel heel erg. Ik heb nog niet opengemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Snoep waarschijnlijk, hè? Het grappige is dat je dus niet kan zien wat het is. Want ik zie dit en het is bijvoorbeeld, is het een soort poeder in of misschien zit het ook wel suikerspin of zo. Maar meestal wat ze dan doen is filmpjes maken van het soort snoep wat ze meesturen. Ik weet niet of ze dat nu ook hebben gedaan. En dan laten ze zien hoe je bijvoorbeeld, sommige dingen moet je ook in elkaar zetten of zo. En laten ze zien ook wat het precies is. Ik weet niet of ze dat met alles doen. Dit ziet er ook weer heel... Het is iets met aardbeien en melk. Geen idee wat het is. Ik zal het nog wel dadelijk wat openmaken. Het ziet er echt heel leuk uit. Dan weet ik echt niet wat het is. Ik vind het gewoon zo leuk, weet je wel. Het is ook echt van dat snoep dat je denkt, wat is dit? Dat was het eerste pakketje. Er zitten soort rondjes in. En ik denk dat hier dan, dat je er iets van moet maken of zo. Misschien moet je het wel rijgen. Oh, er staat bij dat er muziek uitkomt. Ik zie muzieknoten hier zo omheen staan. Maar chorus whistle candy. Misschien knettert het wel of zo. En dit is met aardbei. Ook weer geen idee. Ik denk dat ik gewoon 1 dingetje even ga openmaken. Ik ben hier wel benieuwd naar. Dit voelt heel raar. Ik weet niet of het nou een soort suikerspin is of echt poeder. Oh, het is wel een soort, het is wel suikerspinachtig. Kijk. Oh, het is heel zoet. Ik smaak het. Het smaakt naar druiven, maar echt, wow, het is echt super zoet. Maar het is gewoon suikerspin. Maar er zit ook knetter in. Super grappig. En het is echt heel zoet. Ik ben wel benieuwd naar wat je, want hier moet je volgens mij wel echt iets van maken. Ik hoop dus dat we het nog gaan uitleggen. Want anders dan weet je, misschien doe ik het wel helemaal verkeerd. Dit is niet echt lekker. Het smaakt heel erg chemisch zoet. Het ziet er wel grappig uit. Ja, als je suikerspin niet kent, dan is het heel erg grappig natuurlijk. Ik denk niet dat ze dat overal kennen. Sorry, ik zit elke keer te kwijlen. Ik zit ook mijn mond vol te praten, sorry. Ik denk niet dat ze overal echt suikerspin kennen, denk ik. Dus dan is het op zich wel leuk. En het is ook wel grappig dat het spul en... Ja, het is wel een heel apart smaak, want je hebt altijd wel... Suikerspin smaakt eigenlijk wel altijd hetzelfde, gewoon zoet. En deze smaakt echt heel erg apart. Het is echt... ik wil niet weten hoeveel kleurstoffen er zo hierin zitten. Maar ik heb nu dus 4 dingen gekregen, dat zijn maar 8 euro. Vind ik nog wel, misschien voor een paar snoepjes is dat veel, maar het komt natuurlijk wel helemaal uit Japan. Ik ben ook heel benieuwd hiernaar. Ik denk dat het met een soort yoghurt is.
En ik denk dat dit een soort kou aardbeien snoepjes zijn. Het is niet vies, maar het is zo zoet. Dat suikerspin is echt... Nou, ik weet niet echt waar je het mee kan vergelijken. Het smaakt naar druiven dus. Maar ze zijn heel klein. Kijk. Dit zijn die aardbeisnoepjes. Het zijn echt heel klein. Maar het zijn voor mij gewoon zoals ik al zei. Mooi, ik ben nu echt zo erg smekken. Ik kan zo helemaal niet tegen smek geluiden. Waarom is het wel kauwgom? Is wel. Dit was van die koude dingen zoals fruitella. Melk op kauwen is een beetje voelt als kauwgom, maar dat gaat zeg maar op. Maar ik weet niet of het nou kauwgom is. Ja, gaat wel op. Dat is wel, de binnenkant is echt heel taai. Het smaakt gewoon, het is koud als kauwgom. Dus die is best wel lekker, maar niet echt heel erg anders dan dat we dat hier kennen. Als ik hier nog wat meer over te weten kom, dan laat ik het jullie nog wel even weten. Ja, ik vind het echt super leuk. Ik weet niet, ik heb echt iets met die Japanse dingen die ik denk van... ja, dingetjes die ik niet ken, vind ik sowieso altijd heel erg leuk. Dus misschien vind ik het echt super stom, snap ik echt heel goed. Dit is echt wat voor Teske. Die Teske die houdt echt heel erg van zoet. Maar ik heb het al opengemaakt, dus ik kan het echt niet bewaren. Ik vind het knetter altijd lekker. Oh, ik word echt niet zo. Ja, dat was het. Thanks for watching. En peace out.